Wat is dit voor een gast, joh? En wat is dit voor kleine ruimte? Hier kan je toch bijna niet bewegen? Yo Nintendo fans, super tof dat je weer kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. Mijn naam is Rick, maar waarschijnlijk weet je dat al. En we gaan verder met The Legend of Zelda Link's Awakening. In de vorige aflevering hebben we dit rode pakje te pakken gekregen. Dat houdt in dat wij nu sterker zijn, dat we aanvallend sterker zijn. Je kon ook een blauw pakje kiezen, dan zou je verdediging omhoog gaan. Dus dat is ook wel handig, maar we hebben dus gekozen voor rood. Omdat ik hou nou eenmaal gewoon van aanvallen. Ik zie hier trouwens gewoon nog een hartje liggen, joh. Super random. Vandaag gaan we naar de vijfde shrine. De vijfde dungeon. En die heet The Shrine volgens mij. En daarvoor fluit ik even op mijn ocarina. En dan kunnen we hier of hier naartoe. Laten we naar Animal Village gaan. Want volgens mij moeten we letterlijk hier bovenin ergens zijn. In Animal Village kunnen we misschien nog wel iets anders doen. Want we hebben dus in de vorige aflevering het vergrootglas gekregen. En met het vergrootglas kan je dingen zien die je normaal niet kon zien. Nou dacht ik dat in een van deze huisjes ook iemand verstopt zat. Die we niet kunnen zien. Is dat dan dit huisje? Ja, volgens mij deze guy. Yo, kan je me zien? Dan moet je een vergrootglas hebben. Ik ben niet iemand die problemen zoekt. Ik wil gewoon rustig in vrede leven. En hij geeft ons dit als we onze mond dicht houden. Ik zeg niks. Bedankt voor je seashell. Mij zal je niet horen praten. Hey, je moet dus de grot op de Rombo Shores gaan zoeken. Daar kan je ook het vergrootglas gebruiken. En dan kan je nog iemand zien. Daar zijn we in de vorige aflevering al geweest. En daar krijg je namelijk je boomerang. Dus als je wil weten hoe je boomerang krijgt. Check even de vorige aflevering. Nu moeten we dus naar de shrine. En volgens mij zit hij hier ergens. Want we waren laatst al hier ergens. Maar toen zijn we niet verder gegaan. Kijk, we moeten hier dus naartoe. Ik moet alleen even uitvinden hoe ik ook alweer daar kom. Via deze kant. Kijk, we lagen toen daar in het water. Ja, toen waren we daar. Ja, klopt. Oké, volgens mij gaat dit wel goed komen. Bam, op je bakkes, vriend. Hoppakeetje. Ondertussen pak ik ook even mijn scheppie erbij. Want volgens mij moet ik daar in het hoekie ook gaan scheppen. Hier zo. Volgens mij ligt er wel wat onder deze steen. Kijk, hoppa. Ik hoef geen eens te scheppen. Er lag gewoon sowieso wat onder deze steen. Toen binnenkort ook weer even onze schelpjes allemaal gaan inleveren, denk ik. Want we hebben alweer best wel veel schelpjes te pakken. Dus even kijken wat deze uil te zeggen heeft. The windfish slumbers long. The hero life's gone. Oké, volgens mij is dat niet een bruikbare tip voor nu. Ligt hier in de hoek dan misschien nog wat? Nee. Oké, hier ligt helemaal niks. Auw! Laat me nou eens rust met je bommen, man. Irritante gasten. Zijn er nog meer hier? Ga weg. Opzouten. Hoppa, nu heb ik je. Lekker voor je. Ik weet trouwens niet of ik daar al geweest ben. In dat grotje daar zo. Sowieso kunnen we hier ook weer even naartoe. Oké. Kabliggy blam. Wat is hier? Oh, hier is weer een goede vee. Hallo, goede vee. Die goede vee die vult dus altijd je leven aan. Maar ik ben gewoon benieuwd wat daar is. In dit kleine grotje. Hier zo, die hier verstopt is. Oké, hartje. Maar dan kan ik niet meer terugkomen. Nou, ik ga toch het hartje pakken. Of kan ik nog wel terugkomen als ik deze nou eens zo een beetje schuin schiet? Nee, helaas. Oké, waar komen we nou uit? Hallo, iemand thuis. Hallo meneer. Hey, wil je met de raft gaan rijden voor 100 roepies? Ja, dat wil ik wel. Ik heb alleen geen 100 roepies. Ik ben Skeretata, vriend. Oké, dan moeten we blijkbaar op een andere manier onze weg weer terug zien te vinden. Dat is op zich niet al te groot probleem, want ik kan gewoon weer even op mijn fluit blazen. Zullen we anders even gelijk hier naar de Seashell Mansion gaan? Volgens mij kunnen we van daaruit ook namelijk heel makkelijk naar die plek waar we naartoe moeten. Maar dan gaan we eerst even onze schelpjes inleveren hier. En dan hopen we dat we tot het volgende punt gaan komen. Ja? Nee! Er moet nog één schelpie. Wat verdorie, man. Het duurt zo lang. Oké, wacht eens even, vriend. Ga jij eens even spelen. Ga ik even hier naartoe. Kijk, want hier moet ik volgens mij ergens wel zijn. Kom nu gewoon van de andere kant. Oh, shit. Hallo, mag ik hier naar beneden? Dank u. Gaan we eens even hier naartoe. En dan gaan we eens even hier naar boven. En dan gaan we eens even kijken. Ja, er gebeurt hier niks. Ah, we hebben nog sleutel nodig. Potverdikkie dory. It says face keyhole. Gezichtsleutelgat? Ik denk dat ik even hulp nodig heb van onze telefooncentrale. Even een telefooncentrale opzoeken. Moet ik daar naartoe? Hoe kom ik daar dan? Oké, laten we het even gaan vragen. Hallo, kan iemand me helpen? Hoe are you hier? Have you been to the face shrine? It is north of the animal village. Ja, maar ik heb die sleutel nodig. Wie gaat zo even die sleutel voor me fixen dan? Is die hier ergens beneden? Het zou kunnen dat die hier ergens is. Als ik hier, via hier naar boven kan. Ik weet niet of dat gaat. Nee, via hier kan ik niet naar boven. Oké, laten we toch nog even teruggaan. Ik heb het gevoel dat ik toch daar wel in de buurt moet zijn. Ik zou niet weten waar ik anders die sleutel vandaan moet halen. Sleuteltje. Ik moet hier onder zijn. Sowieso. En ik kon er niet via die desert naartoe. Dus juist, ja. Ik kan gewoon hier naartoe. Ja, dat had ik even niet gezien. Hallo, hier voor mij de sleutel. Deze gasten die kan ik volgens mij gewoon echt niet verslaan. Hallo, bloppies. Deze gast moet even... Oh, oh, oh.
andere wou ik helemaal niet aanraken. Hallo, beelden. Kijk, ja, ga in mijn gang. Oké, is hier die sleutel verstopt? Of? Nee, dit is te makkelijk. Hier is weer een seashell. Ja, deze hadden we net nodig. Dan hadden we sowieso weer iets nieuws ontgrendeld daar. Nou ja, laat me zitten. Auw, bloppers. Laat me met rust. Oké, hier moeten we dus, denk ik, naar binnen. Kan ik er langs? Ik ga er gewoon lekker zo langs. Doei. Hier moeten we zijn. Hey, pijlen. Nice. Moet ik jou met de pijl en boog verslaan, vriend? Wat is dit voor een gast, joh? Nou, wat is dit voor kleine ruimte? Hier kan je toch bijna niet bewegen? Moet ik je met een bom verslaan? Hoe ga ik jou verslaan? Moet ik jou gewoon vanaf de achterkant verslaan? Als jij dit doet, moet ik dan achter jou zien te komen of zo? Oh, wacht. Misschien kan ik onder je door. Zo, en dan... Nee. Hè? Hoe ga ik jou verslaan? Probleem. Zo ook niet met mijn boemerang, want mijn boemerang die zou ik misschien niet eens hebben nu. Ik heb verder geen keus. Ik heb niks meer. Oké, ik gebruik even dit veetje. Oké, ik heb geen wapens meer. Misschien moet ik hem dan toch gewoon met mijn zwaard. Misschien met mijn heavy attack. Met mijn heavy attack. Man, waarom wordt me dat niet even verteld dan? Bam, op je bakkes. Oké, hij is helemaal niet zo moeilijk. Je moet alleen even weten hoe het moet. Nu heb ik je. Nu heb ik je niet. Kan ik ook dit opladen en dan springen? Oh ja, dat kan ook. Dat is sick. Oké, ik ga hem in stijl finishen. Komt-ie. 3, 2, 1. Hoppa. Nee, mis. Ik wil je in stijl finishen, vriend. Hoppa. Nee, waarom lukt het niet? Kijk, ik ga nog één keer in stijl proberen. Het lukt niet meer. Waarom lukt het niet meer? Oké, ik moet gewoon niet te stoer doen, denk ik. Want ik word bijna weer geraakt. Normaal is het echt al moeilijk genoeg. Waarom lukt het nou niet meer? Ik ga nu mijn slag opladen. Springen. En dan ga ik naar je toe. En dan raak ik je weer niet. Yo, ik heb moeite met deze gast. Waarom heb ik zoveel moeite met jou? Ah, hè? Man. Het ging even een stukje moeizamer dan van tevoren gepland, jongens. Sorry, we hebben hier wel de face key eindelijk te pakken. En wat is dit voor een ruimtetje? Wat gebeurt hier? Helemaal niks. Kunnen hier een plaatje kijken. To the finder. The Isle of Koholint is but an illusion. Aan de vinder, het eiland van Koholint, is maar een illusie. Mens, monster, zee, lucht. Het is gewoon een scène die op het ooglid van... een slapend persoon, iemand ligt, wat? Maakt de dromer wakker en Koholint Island zal verdwijnen als een... Oh, als een bel die door de naald wordt geprikt. Je moet de waarheid weten. En we zien hier inderdaad de windvis en de uil. In een soort van oude transcriptie. Oké. Link zegt ook, wat? Illusie? Link gelooft het volgens mij niet helemaal. Wat is hier dan allemaal gaande, jongens? We hebben nu in ieder geval de sleutel te pakken. Oh. En Hoethoet komt eraan. Yo! Hoethoet. Ik zie dat je hem hebt. Het dingetje zegt inderdaad dat de eiland gewoon een droom is van de windvis. Maar niemand weet het helemaal zeker. Net als dat je weet of er een geheimpje in een kist zit of niet. Je weet het pas als je hem openmaakt. De enige die het zeker weet, dat is de windvis. Vertrouw op je gevoel. En op een dag zal je het antwoord weten. Oké, man. Dit wordt wel een vaag verhaal. Dus het hele eiland en alles kan verdwijnen op het moment dat we de windvis wakker maken. Ik weet niet of ik hier nu wel door mee wil gaan. Want ik wil helemaal niet dat dit eiland verdwijnt. Het is zo'n leuk eiland. Wat ik in ieder geval ga doen, is dat ene schelpie weer even hier inleveren. Want ik wil toch wel graag kijken wat we nu gaan krijgen. Want volgens mij hebben we letterlijk nog één schelpje nodig, toch? Yes! Oké, dan. Cadeautje! Wat zit erin? Wat is het voor cadeautje? Het is een seashell sensor. Oh, dit ding laat je weten als er een zeeschelp dichtbij is. Oh, dat is handig. Dat is leuk. Daar hou ik wel van. Hulpmiddeltje. Extra hulpmiddeltje erbij. Oké, laten we nu naar het kasteeltje toe gaan. Ik wil even jullie nou niet raken, jongens. Want ik heb al zo weinig hartjes. Gaan we even hier naar boven. Gaan we even hier naar rechts. We gaan weer dezelfde weg als die we net gegaan zijn. Krijgen we weer last van die bommengasten hier. Ik wil niet als ik iets op hun bakken gooi. Oef. Dat scheelde helemaal niks. Oké, nice. Gaan we hier naar toe, toch? Ben ik nou de weg kwijt? Oh ja, we moesten hierin. We konden daar niet rechtstreeks naartoe. We moesten eerst hierin. We moesten deze gast wakker maken. Moeten we even over hem heen springen. Die was nice. Gewoon totally ontweken, die gast. Go. Hookshot, go. Yes, en daar zijn we weer. En dan kunnen we nu wel de sleutel in het gat doen. Daar gaan we. De face key in het sleutelgat. Oh, die lijkt echt op een L, man, inderdaad. Dat stenen portaal dingetje daar waar we die sleutel in hebben gestopt. En daar hebben we de tempel. Let's go. Het begin van de Face Shrine. De zesde dungeon alweer. Ja, en dat betekent dat we nu met deze erbij nog maar 3 dungeons moeten. En dan hebben we als het goed is de game zo'n beetje uitgespeeld. Ik hoop dat jullie deze serie nog steeds leuk vinden. Want ik ben van plan om het spel helemaal uit te spelen op YouTube. Doe een blauw duimpje omhoog voor deze serie. Abonneer op dit kanaal als je Luigi's Mansion wil zien. Bijna Luigi's Mansion, jongen. Luigi's Mansion 3. Abonneer
op dit kanaal. En volg me op twitch.tv/Rickachu als je me live wil zien gamen. Want ik ga Luigi's Mansion daar 12 uur lang live streamen. Dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Muzzle!